vrolijk kerstfeest. Het is nu 7 uur en ik ga beginnen met de douchen. Tja, straks is kerst etentje en ik wil er gewoon goed uitzien daarvoor. Goedemorgen, ondertussen ben ik gedoucht. Heb ik mijn outfit aangetrokken, maar ook wel nog mijn kousenbroek aantrekken. Ik heb 2 vlogs geëdit, 1 upload, 1 is aan het renderen. En ik heb ontbeten. En eigenlijk moest ik nog veel meer gedaan hebben. Help. Straks komt mijn broer naar hier en dan gaan we vertrekken naar mijn ouders voor kerstmis. Ik moet nog dingen doen. Eerst nog 1 cadeautje inpakken, want die moet ik straks geven. Check. Nu kousenbroek. Nu hoop ik dat ik nog tijd heb om mijn kerstlook voor te bereiden. Want ik wil mijn make-up nog doen. Straks zie je wat het geworden is. Hallo, tijd om mijn kerstcadeautjes te laten zien. We zijn ondertussen al een paar dagen verder. Maar ik wou ze toch nog laten zien. Misschien eerst iets dat mijn zus heeft gekregen voor op kerstavond. Deze Harry Potter Uno. En deze Harry Potter Trivia Quiz met allerlei vragen. Zo heb je bijvoorbeeld een kaart Quidditch. En de Golden Snitch. Trouwens allemaal in het Engels. En daarop staan er dan 5 verschillende vragen. Waaronder. How many points is the Gryffindor Snitch. Opnieuw. How many points is the Golden Snitch worth to the seeker that catches it? A. 200. B. 150. C. 500. Vraag 2. Which 2 items does Albus Dumbledore leave to Harry after his death? En de goede Harry Potter fans gaan dat kunnen beantwoorden. En op kerstmis kreeg ik van mijn Secret Santa, wie mijn mama was. Ik had trouwens mijn zus als Secret Santa, niet mijn zus die hier nu woont, maar mijn andere zus. En van haar kreeg ik dit Double Harry Potter spel. Als jullie... misschien weten jullie het, misschien weten jullie het niet. Maar ik ben een arme fan van het spel Double. En Harry Potter versie daarvan. Toen ik dat eindelijk zag, kon natuurlijk niet ontbreken in mijn Harry Potter game collection. Ik had dat namelijk gezien op Bol. Met mijn trappenhuis. Mijn mama had dat al gekocht van voordat het op mijn verlanglijstje stond. Had dat gekocht in Solden omdat ze dacht dat is wel iets leuk. En dan had ze mij getrokken. En dat stond het ook op mijn verlanglijstje. En ik had ooit de fout gemaakt om aan mijn mama te zeggen dat ik op zoek was naar goede sokken. En ben ik nu ontscheid. En voor mijn kerst heb ik sokken gekregen. Maar immens veel sokken. Deze Christmas socks. Nog een keer die Christmas socks. Deze. Maar ik denk dat ik die terug ga geven. Dat is eigenlijk echt niet zo mooi. Deze zijn wel leuk. Deze zijn met vorstjes en zijn van Hema.
Die heeft ze 3 keer gekocht. En ze heeft dan ook nog deze gekocht. Van Kruidvat met gingerbread cookies. Met sterretjes. En met sneeuwvlokjes. 2 keer. En tenslotte nog deze ho ho ho. En met deze brilletjes. Ik denk dat dat heel mijn sokkencollectie is. Laat misschien hieronder achter wat dat jij hebt gegeven voor kerst. Ik heb een appelscheller gegeven voor kerst. Met mijn zus die nodig had. En een bon om chocolaatjes te gaan halen bij een pralinier hier in Ypres.